Ja, het eerste moment dat we zagen dat de storm eraan kwam, dan probeer je natuurlijk ook profijt uit te halen, want storm betekent wel wind. En wind is nou eenmaal de motor van die schepen. Als ik in zo'n storm zit, dan voelt het net alsof je in zo'n terreintje in een mijn zit uit een Indiana Jones film, waarbij je eigenlijk bijna geblinddoekt de afdaling ingaat. Je ziet niet waar je heen gaat. Zeker als navigator zit je binnen. Je ziet niet waar je heen gaat. Het schudt alle kanten op. Enorme herrie. Ja, toen ging het fout. Ja, de storm waar we uiteindelijk bijna lek zijn geslagen, die had een beetje een rare ontwikkeling. Ik dacht dat ik het in de gaten had, hoe het liep. Maar het bleek dat een lokaal afwijkend patroon zich aan het ontwikkelen was, wat we moeilijk konden interpreteren. Het schip maakte echt vreselijke klappen. Dat, ja, met een beetje verstand kun je al beredeneren dat er iets kapot moest gaan. David maakte zijn rondje en die merkte dat de huid in het vooronder, dat is een aparte ruimte, dat die flexibel aan het worden was, dat die aan het bewegen was. En toen had hij zoiets van, nou, dit gaat niet goed. De schipper gewaarschuwd, die is gaan kijken, geluisterd. En ze konden echt horen dat er iets aan het kraken was, echt, in de huid. En op dat moment besloot de schipper van, nou, dit is niet veilig meer, we gaan weg. En een beslissing om terug te gaan was, denk ik, de enige goede beslissing die je kon nemen, want het gaat wel om mensenlevens ook.